Dirk Lucas, net 2-2 tegen Heerenveen. Ja, misschien wel het meest opzienbare moment was het afgekeurde doelpunt. Hoe heb jij dat gezien, beleefd? Ik weet niet. Ik krijg die bal tegen mijn hoofd en het gaat erin. En, ik hoor opeens dat die is afgekeurd. En volgens mij was het gewoon een zuivere doelpunt. Heb je nog teruggezien? Ik heb het niet teruggezien, maar de scheids zegt dat het via een van onze spelers of via iemand ging. Maar niemand heeft hem volgens mij aangeraakt. Dus ik weet niet waar dat vandaan komt. Want vanuit jouw gezichtsveld was het gewoon een zuiver doelpunt? Ja, ja. Ja, het verhaal was dat Fred Vrijdij in de weg stond, dat hij hem nog aanraakte? Hij zegt dat hij hem niet heeft aangeraakt. Dus ik heb het ook niet teruggezien. En volgens mij is het gewoon een goal. Als ik de boys hoor. Dus. Hoe sta je hier nu na de wedstrijd, na deze 2-2? Teleurgesteld, omdat we moeten hier gewoon winnen. We staan met z'n 11 tegen 10 man. En moet je de wedstrijd doodmaken eigenlijk. En hoe komt dat dat niet gebeurt? Omdat wij het zelf ook niet slim hebben uitgespeeld. Zoals ik zeg, we moesten gewoon de wedstrijd killen en dat hebben we niet gedaan. Maar ja, ik weet niet. Dat zijn ook echt de gedachten, reacties na de wedstrijd in de kleedkamer? Ja, ook. En zoals ik zeg, als twee goals worden afgekeurd, dat is ook... Het is ook balen.